Hey, ik sta hier vandaag aan de Popvilla, want ik ga mijn hart binnenste buiten keren. Want songwriting start altijd vanuit een emotie, vanuit je eigen gevoel. Ik ga dat niet alleen doen, want ik ga die tips en tricks aan jullie meegeven, maar ook aan deze geweldige gasten hier binnen. Hallo. Hey. Kom, teken aan Logos. Hoe is het? Ça va? Hey, Lava. Oh ja, 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 vrienden, ja, tuurlijk. Zeker wel, zeker wel. Hallo en welkom op onze Masterclass Songwriting. We gaan vandaag werken rond vier pijlers, dus vier basisstenen, noemen we dat dan maar. Dat zijn deze vier: emotie, tekst, melodie en structuur om tot een leuke song te komen. Tip 1, schrijf vanuit je hart. Schrijf rond emotie. Dus we gaan ons hart vandaag binnenste buiten keren, volledig binnenste buiten draaien, om al die emotie eruit te schrijven. En dat helpt echt. Liedjes schrijven, dus songwriting, heeft mij de voorbije jaren echt wel geholpen om bepaalde dingen te verwerken. Zo bijvoorbeeld een van mijn beste vrienden die om het leven is gekomen. Daar heb ik dan een lied over geschreven. En ik had dat, gek genoeg, sneller een plaats kunnen geven dan andere dingen waar ik bijvoorbeeld nog nooit over geschreven heb. Ik vind het makkelijker om in liedjes mijn emoties te vertellen eigenlijk aan mensen. Dat is wel dan zo even een zucht van... Het is eruit, het is niet weg, maar het is toch even gezegd geweest en dat doet wel deugd. Wat speelt er vandaag bij jou? Wie kan of wil daar iets over zeggen? Soms zo'n mensen op de speelplaats die daar zo alleen staan of zo en altijd uitgelachen worden. En ik ga er dan bij om te vragen hoe gaat het, hoe is het met ja, me of zo. Dat vind ik echt tof. Eigenlijk ben jij de warme William voor die persoon dan. Ja. Ik probeer ook wel een warme William te zijn. Want als ik iemand kan helpen, dan geeft mij dat wel een goed gevoel. En het is eigenlijk simpel om te doen, want het is gewoon luisteren. We moeten allemaal warme William zijn, een beetje, toch? Tip 2. Schrijf die emoties neer in tekst. Teksten schrijven is heel vrij, maar je kan jezelf ook houden aan bepaalde rijmschema's. Je hebt een ABAB, een ABAB. Wie kent dit? Kun je eens een voorbeeldje geven van een ABAB-rijm? Oei. Gewoon, moet ik niet denken. Ja. Hond. Kat stond zat. Dan rijmt de A op de A en de B op de B. Oké, ja. Een voorbeeld van een AABB. Ik heb nog nooit gehoord van die rijmschema's AB en ABB of zoiets. Dus dat vond ik wel een beetje ingewikkeld in het begin, maar nu snap ik het wel meer. Misschien moeten we het vandaag heel gemakkelijk houden, want diep graven in onze emoties is al zwaar en heftig en moeilijk. Misschien moeten we het gewoon hiermee gaan doen. A-A-A-A-A. En BBBBB. Dan nodig ik jullie nu uit om met dit rijmschema aan de slag te gaan en vanuit jullie emoties een soort van blokje tekst te verzinnen met vier regeltjes, dus vier zinnetjes, die op elkaar zouden kunnen rijmen aan de hand van een emotie die je hebt meegemaakt de voorbije tijd. Doe maar eens zot. En je kunt niks fout doen. Oké? Okay? Alles is juist. Ja, goed zo. Wat rijmt er op met die woord? Wie? Goor. Wat weet je nu al? Opstaan in de ochtend, ik heb hier tegen slaap gevochten. Ik moest er wel even in mijzelf over nadenken van hoe voel ik mij of hoe heb ik mij gevoeld de laatste tijd. Dus ja, dat kwam er niet direct uit, maar in een paar minuten stond het toch wel op papier. Oh my god, een echte sleutel. Je moet dan een tekst hebben en een melodie en dat soms even nadenken, dus dat vind ik moeilijker dan gedacht. Tip 3, zoek jezelf een melodie. Een hele trage, misschien wel een iets meer deprimerende melodie, die dan de tekst versterkt. Maar je kan ook schrijven over een minder leuk gevoel en dan net een heel leuke melodie opzetten. Een hoopgevende melodie. Dus je bent eigenlijk heel vrij. Kiezen wij allemaal gezamenlijk voor een harde boodschap op een vrolijke manier? Of willen we meer triestig houden en toch ook een boodschap zeggen? Wat doen we? Het eerste. We gaan voor een harde, duidelijke boodschap naar heel Vlaanderen, naar iedereen, maar op een vrolijke manier. Want dat zijn jullie. Wat kunnen we jammen, mannen? Is vrolijk, hè? Waarom daar gelukkig van? Nee,
dan kun je ook... Kunnen we klappen? Kunnen we klappen? Hey! Iedereen is super lief hier en er is al direct één groep ontstaan. Meteor is ook heel lief tegen ons. Ik vind het ook heel leuk om daarmee een liedje te mogen maken. Ja, goed. Tot nu toe vind ik het echt wel een toffe melodie en zo. Dus ik vind wel dat het echt wel een tof nummer is. En zeker omdat we er eigenlijk nog niet zo lang over hebben nagedacht. Ik vind het echt wel een tof idee. Oké, warme William. Een warme William om je heen, om je heen. Nee, jij bent niet alleen. Een warme William om je heen, om je heen. Nee, jij bent niet alleen. Een warme William om je heen. Of zoiets. Zou kunnen. Tip 4. Hou je aan een bepaalde structuur. Een strofe, een pre-chorus, zeg je dan altijd in het Engels, en een refrein. En in de strofe vertel je meestal een verhaal, maar je vertelt het nog niet helemaal. Je omschrijft een soort van gevoel, een situatie. In de pre-chorus, dus net voor het refrein, geef je al een beetje meer prijs van het gaat daarover. En in het refrein wordt alles duidelijk. Dus een strofe, pre-chorus en een refrein. In dat refreintje moet echt de boodschap, de basis van heel dat liedje eraan. Hè. En dat mag wel eens catchy zijn, hè. Dat blijft dat hangen. Hè. Dat gaan we schrijven, hè? Wat denk je? Kijk wat Beba met zegt. Inspiratie voor een nieuw liedje. Ja. Oh, Malex, we zijn er bijna, hè? Dat komt hier goed, dat komt hier goed. Het maken van het liedje zelf is waarschijnlijk een van de belangrijkste zaken van muziek maken. En misschien zelf wel belangrijker dan het eindresultaat van je liedje dat je krijgt. Dus dat is ook wel iets om te onthouden voor mij. Soms zit je met problemen, oh, maar durft ze niet te delen. Ah, je denkt het kan echt niemand schelen, schelen. Het blijven mijn problemen. Maar ik zal jou eens wat vertellen. Vandaag vond ik echt een geweldig leuke dag. De kinderen waren enorm enthousiast, schreven echt heel sterke dingen op. En ik veronderstel dat we een heel catchy song gemaakt hebben. Met een sterke boodschap, maar een heel positieve melodie. Een warme William om je heen, om je heen. Een warme William om je heen. Dus zingen vind ik gewoon echt super leuk om te doen. En je kan daar echt al je emotie in steken. Een warme William om je heen. Een warme William om je heen. Als ik een slechte dag heb gehad en ik kom thuis, dan het eerste wat ik dan doe is zingen om mij terug blij te maken. En daarna studeren. Een warme William om je heen. Zo, wij duiken de studio in. Voilà. Soms zit je met problemen, maar je durft ze niet te delen. Je denkt het kan toch niemand schelen, want het blijven mijn problemen. Warme.
Oh, 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 oh